Mijn grootvader, dus de eerste generatie, heeft dus in 1917, denk ik, heeft hij als eerste als wielrenner die begonnen met aan fietsen te denken. Achteraf is hij dan opgestart met een bescheiden winkel waar hij dus de fietsen verkocht. Is dan achteraf naar een tweede pand overgegaan. Dat was dus een oude cinemazaal in Niel op de Antwerpse straat dat hij heeft gekocht. Is dan beginnen rijwielen te bouwen of rijwielen in elkaar te steken. Is dan ook frames beginnen te maken. En is dan uiteraard uitgegroeid tot een volwaardige rijwielfabriek. Na de oorlog 1418, is daar eigenlijk het idee ontstaan van Libertas, dat betekende vrijheid. Daardoor denk ik heeft dat geïnspireerd om als handelsmerk Libertas te nemen, omdat dat een vrijheid betekende in die periode. En heeft dan ook het embleem genomen, het vrijheidsbeeld dat van Amerika. Dat is ook altijd steeds teruggekomen, op alle fietsen is dat ook teruggekomen. Gebeten door de wielersport, dat er ook eigenlijk ontstaan, dat er ook sponsoring uit ontstaan is. Bijvoorbeeld Stan Lauwers, die kort bij in Hemiksem eigenlijk ook actief was als wielrenner, ook aangesloten is bij ons. Die ploeg heeft eigenlijk dan een uitbreiding genomen en zijn er meer en meer renners ons komen opzoeken om de vraag te stellen dat er geen mogelijkheid was om aan een fiets te geraken en ook een sponsoring op die manier te kunnen bekomen. Wat vooral een reputatie eigenlijk, dat we vooral jeugd stimuleerden en ook jeugd wilden ondersteunen. Als ik de lijst er nog eens even overlopen heb, dan heb ik ondervonden dat er dus heel veel renners de kans kregen bij ons om te starten, de kans kregen om te groeien. Zodra dat ze eigenlijk op een niveau zaten dat ze toch wel naar de topniveau, ja, dan werden ze ofwel werden ze weggekocht ofwel konden ze eigenlijk niet verder niet blijven sponsoren. Maar als ik door al die reeks sponsoring bekijk, waar renners dat er bij ons allemaal hebben gereden, moet ik toch wel eerlijk vaststellen dat er toch wel wat grote renners hebben tussen gezeten. Rupske Lauwers was toch voor ons eigenlijk in de streek een icoon. Dat was toch eigenlijk wel iemand die vooral pistewerk heeft ook goede weg, was ook een goede wegrenner, maar vooral zich specialiseerde op de pist. Hebben we heel mooie jaren mee meegemaakt. Tot het spijtige voorval dat hij dan verongelukt is in Mallorca. Daar heeft mijn vader samen met Stan is er nog naartoe gereden om het stoffelijk overschot van Rupske gaan op te halen. Met alle problemen die er toen waren om die kunnen over te brengen. Rupske Lauwers was ook een enfant terrible, werd er gezegd. Kon zich niet altijd neerleggen bij de afspraken die er soms werden gemaakt met Erik van Steenbergen, die op momenten bijvoorbeeld zeiden van oké, vandaag gaan we eens niet rijden, vandaag gaan we het eigenlijk een beetje kalm houden, want morgen hebben we toch wel een zwaardere programma. En dat Rupske dacht, ja, maar nee, dat is niet aan mij besteed. En terwijl dat Rick even ging rusten met de bedoeling van het zal je nu allemaal wel even vandaag niet echt, dan was het bijvoorbeeld Rupske die besliste, hier ga ik u nu eens even zorgen dat ik hier een paar ronden kan gaan nemen. En dan hoorde Rick dat bijvoorbeeld en die sprong dan uit zijn cabine en zei wat gebeurt hier, dat was toch niet eigenlijk de afspraak. Die onmiddellijk zijn fiets op en probeerde die rondes die Rupske aan het nemen was, om die terug eigenlijk gaan te eroveren, om te zien dat hij in de eindklassement toch niet te ver achter stond. En als ik de lijst er nog eens even overlopen heb, dan heb ik ondervonden dat er dus heel veel renners de kans kregen bij ons om te starten, de kans kregen om te groeien. Zodra dat ze eigenlijk op een niveau zaten dat ze toch wel naar de topniveau, ja, dan werden ze ofwel werden ze weggekocht ofwel konden ze eigenlijk niet verder niet blijven sponsoren. Maar als ik door al die reeks sponsoring bekijk, waar renners dat er bij ons allemaal hebben gereden, moet ik toch wel eerlijk vaststellen dat er toch wel wat grote renners hebben tussen gezeten. En ik denk dan losweg aan een Rupske Lauwers bijvoorbeeld, een Fons van den Branden, Mir Severijns, pisterenner was, een Jan Adriaanses uit de streek hier, ook verschillende keren ook heeft deelgenomen aan de Ronde van Frankrijk. Ik kan er heel veel op noemen, want ik moet zeggen dat ik verrast was hoeveel renners eigenlijk bij ons hebben gereden. En dan spreek ik natuurlijk niet over het legendarische 1963 met Rick van Looy. Dat was natuurlijk voor mij althans een hoogtepunt, omdat dat ten eerste al een idool voor mijzelf was. En dan natuurlijk een uitstekend jaar heeft gereden, waarvan we dus publicitair gezien nog vele jaren hebben kunnen van profiteren eigenlijk.
Na het sterfgeval van mijn grootvader hebben de twee zonen, Jan en Camille Spaniaats, hebben dan de zaak overgenomen. Ze waren al reeds actief. Achteraf is er dan een derde generatie bijgekomen, waar ik dus bij behoor. Er waren er al de twee neven, want achteraf is ook mijn neef Mark Spaniaats erbij gekomen, die 11 jaar jonger was dan ik. Maar na het sterfgeval in 1979 van mijn vader, die zaakvoerder was, heb ik eigenlijk zijn taak overgenomen. Heb ik het bedrijf verder geleid. Tot in 1990 wij een aanbod kregen van een buitenlands bedrijf die eigenlijk geïnteresseerd was in onze firma. En eigenlijk toen voorstellen hebben gedaan om het over te nemen. Of toch met intentie onze vraag te stellen van is er interesse om eventueel een participatie te nemen in het bedrijf. Waarom is die vraag gekomen? Omdat wij dus finaal hadden wij geen opvolging. Niet ik, maar ook mijn neef hadden geen opvolging. En bleek op een zeker moment dat we toch eens moesten overwegen van wat gaat er verder met de naam Spaniaards gebeuren. En het voorstel kwam eigenlijk een beetje onverwacht, kwam eigenlijk uit de hemel gevallen. En we hebben er even over nagedacht, we hebben de koppen even bijeen gestoken. En toen hebben we gezegd van, dit is misschien wel een unieke kans om het bedrijf eigenlijk op die manier proberen verder te zetten. En hebben we dus besloten van in 1990 het bedrijf te verkopen aan een buitenlandse instelling.